neutraal zetten. Jongens, meiden, een hele goede morgen. Vandaag namelijk een heel erg gaaf project op de planning. Wij mogen namelijk op pad met deze 911 Turbo, niet de Turbo S. Deze auto komt met 520 pk, 710 Nm aan koppel. De eigenaar van deze auto, ook eigenaar van een hele dikke Cayenne, vond het niet genoeg, vond het niet spannend genoeg. Dus er komen heel veel verschillende aanpassingen op de auto. Stage 2 met een Decat Akrapovic uitlaatsysteem. Maar wij gaan hem ook ervaren hoe de auto standaard rijdt, hoe die standaard klinkt. En dan gaan we dus samen met ATM tunen. Let's go! Oké, ik twijfel een beetje hoe ik dit ga zeggen, want ik heb niet snel meer keyless ook ingebouwd. Ik heb niet snel meer dat ik in een auto stap en dat ik twijfel in het begin om vol gas te geven. Jongens, dit is denk ik de meest bizarre auto in de geschiedenis van dit kanaal. Dit is een 911 Turbo, dus hebben jullie eerder gezien natuurlijk. Hij is opnieuw gespoten in dezelfde stijl als de Cayenne van de eigenaar. Mega vet, maar er is meer gebeurd. Voorlip, diffuser. Nu hebben we in plaats van 500, 600 pk. 721 Nm ging naar 867,9. Volledig Acra. Decat. Dit is niet normaal. Jongens, dit slaat echt helemaal nergens op. En hier gaan we mee rijden. Ja. Hoor. Ik ga naar drive, hè. Tuurlijk, het kan. Normaal. Sport Plus kan je uitzetten. Nu sport. De aero op, vleugel omhoog, de voorlip naar beneden, maar hoor eventjes. Ik twijfel of het vlammen zijn die ik hoor. Ik twijfel of het vlammen zijn die hier uitkomen. Dat gaan we laten zien, ik heb het nog niet gezien. Ik kan het ook niet zien. Niks zeggen, het gaat zo hard. Je kan gewoon niks zeggen. Het gevoel wat een Taycan Turbo S je geeft, dat je gewoon gas geeft, dat je misselijk wordt, dat je eventjes al je woorden inslikt, dat is dit. En het klapt nu. Het enige wat een Turbo S het verhaal had is, het is te goed, het is te klinisch. Er mist wat geluid, er mist wat beleving. Nou, ik zal heel eventjes terugschakelen onder dit viaduct. Ik zal de auto heel eventjes in neutraal zetten. What the fuck was dat? Jongens, geen Turbo S. Dit is
twijfel de meest bizarre auto ooit uitgereden. Die ik ooit heb gereden. We hebben een SVJ gereden. Was heel heftig, was heel vet. De versnellingsbak was dramatisch. Maar hoor dit. Kijk hoe dit accelereert. Staan een kilometer bij me vandaan en die vragen zich al af, wat gebeurt er? Jongens, ik rij gewoon normaal. Mensen zijn het er niet mee eens. Dit is al, ja, dit, ja, zie je, allemaal rustig jongens, ik rij rustig, ik rij onder de snelheid dat ik hier mag rijden. En mensen die hebben geen idee wat er gebeurt. Daar ging ik iets overheen. ATM, wat een stelletje wauwse. En besef dat dit dus gewoon nog stage 2 is. Het kan nog gekker. Het kan nog veel gekker. Hier is nog relatief weinig aan gedaan. Jongen, mijn god. Ik heb hier gelukkig een iets beter stukje asfalt om gas te geven. Heel even je ogen dicht doen voor de snelheid. Remmen ook. Jongens, dat kleine stukje dat was briketaart. En ik wil eigenlijk weer terug naar dat viaduct. En je kan er nog gewoon mee naar een klant toe. Crayon is die nu. Krijtgrijs natuurlijk, bekende Porsche kleur. En het is nog gewoon chic. Andere voorlip, andere diffuser, dat maakt hem iets dikker. Maar het is nog steeds gewoon een turbo. Het is niet too much uitgesproken. Maar het verandert gewoon met, ja, één knop. Sport Plus. Nooit verwacht dat een turbo zo leuk zou worden. Dat het zo... Het is misschien wel beter dan een GT3 qua rijden. Zo'n turbo, dat is zo makkelijk. Vierwiel aangedreven natuurlijk. Je gooit het een bocht in, je gaat op je gas staan. En het spuit weg. Het vliegt er vandoor. En een GT3, dat zal nog een keer een stapje zetten. Ja, natuurlijk, dat gaat ook wel met dit gebeuren in het nat. Want als je geen temperatuur in deze banden krijgt met zo'n vermogen. Ja, dat is gewoon geen hou aan. Of het nou 4 of 2 wiel is, dat maakt echt geen donder uit. Maar ATM, ik vind jullie echt een stelletje bazen. Ik vind jullie echt een stelletje helden. Want we hebben er misschien heel eventjes op moeten wachten totdat we weer op pad komen. We zijn een paar weken verder. We hebben weer mooi weer. We hebben sneeuw gehad. Ik rijd hier expres wat rustiger, want er rijdt hier een meneer op zijn fiets. En ik denk dat als hij niet ver genoeg is en ik geef gas onder het viaduct, dat hij van zijn fiets valt. Ik ga het nog één keer proberen. Terug naar drive, neutraal.
auto is omgetoverd tot een oorlogsgebied door één auto. En de meeste mensen vinden het niet zo leuk, maar ik vind het wel vet. Mega ziek, mega ziek. Ik denk dat we gewoon één keer launch control moeten proberen. Het is gewoon een rodeo op vier wielen. Tering ziek. Holy fuck. Ja, ik had nooit verwacht dat ik op een dag een turbo zou willen, maar hij is heel hard gestegen op het lijstje. En dan is het eerste wat ik doe, neerzetten we ATM en dan eventjes wachten. Want dan heb je dit en dit wil je. Mijn god. Ik ga nog even een keer. Onwijs bedankt voor het kijken. Volg ATM als je meer van dit soort gekke projecten wil zien.